Solana die doet het extreem goed en is nu de magische grens van 200 voorbij. Maar de vraag is, hoe ver kunnen we nog stijgen? Kan Solana wellicht zelfs naar een $600? En kan Solana Ethereum gaan flippen wat betreft market cap? In deze video antwoord op al die vragen. Yes, topper, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Of wellicht ben je wel nieuw op dit kanaal. Dat kan natuurlijk ook. Bijna 60% is geabonneerd op dit kanaal. Dus ben jij nog niet geabonneerd? Vind je crypto tof? Wil je meer over crypto leren en zoveel mogelijk geld verdienen met crypto? Dan loont het om even op die rode abonneerknop onder deze video te klikken. Zodat je gratis abonneert op dit kanaal. Daarnaast kun je de video even een like geven. Mits je natuurlijk toffe video's vindt. En een reactie plaatsen. Dan kun je 20 UST winnen. Net zoals deze persoon. Gefeliciteerd. Stuur mij even een mailtje naar marchandbusiness@hotmail.com met jouw TRC20 adres. En dan krijg je dit van mij opgestuurd. Goed, in deze video dus Solana. Solana staat er ontzettend goed voor. Heeft de grens van $200 overschreden. Maken we hele mooie trades op. Maar de vraag is, wat is er nog over in het vat voor Solana op dit moment? Daar gaan we dus nu even naar kijken. Dus we kijken naar een stukje technische analyse. En natuurlijk ook een stukje fundamentele analyse. Yes, Sol price breaks $200 as Solana search on Google Trend hits all time high. Wat betekent Google Trends? Wordt nu heel erg veel op Solana gezocht. Wat vaak betekent dat retail er interesse in heeft, wat ervoor gaat zorgen dat de prijs van het effect waar naar gezocht wordt gaat stijgen. Dit bericht is van 18 maart vandaag, wat natuurlijk positief is voor Solana. Nou, deze call hebben we gemaakt in de community. Op $127 heb ik gezegd om Solana aan te kopen. En we hebben dus bijna een 2x gedaan. Dit is middels de Kryptonite methodes die ik ga onthullen vanavond in het webinar. Er zijn nog een paar plekjes over, dus ben je nog niet aangemeld? Heb je vanavond ongeveer een uurtje van je tijd om 7:30? Het is volledig gratis, het kost je alleen dat uurtje. Dan kun je je daar nu dus nog voor aanmelden. Nou, wat heeft Solana ook gedaan wat ontzettend bullish is? Dat is BNB geflipt op de ranglijst van de grootste cryptocurrencies ter wereld. Je ziet dat BNB 84 miljard aan market cap heeft en Solana inmiddels 91 miljard. Het gaat ontzettend hard en het komt zelfs in de buurt van Tether USDT, zoals je ziet, die 103 miljard hebben. De vraag is, kan Solana Ethereum gaan flippen met 429 miljoen market cap op dit moment? Nou, met de bullmarkt zou alles gaan stijgen. Dus worden deze market caps uiteraard hoger. Maar de vraag is dus, kan Solana nog een 4x doen vanaf dit moment? En iets meer zelfs. Terwijl Ethereum niet zoveel doet. Dat is eigenlijk het hele scenario wat momenteel moet gaan gebeuren. Nou, Solana heeft nu al een 22x laten zien van de lows die zijn gemaakt in de bear market. Solana heeft namelijk op $9 gestaan en staat dus nu al op $200. De vraag is dus, het heeft BNB ingehaald, is Ethereum de volgende? En dit stuk is natuurlijk interessant. Solana versloeg Ethereum in decentralized exchange volumes op de tweede op een volgende dag. De vergoedingen voor Solana bereikt op 17 maart een recordhoogte, dus ook Solana wordt duurder hierdoor. In een belangrijke prestatie, Solana sprong Binance, de vierde grootste cryptocurrency, voorbij door marktkapitalisatie, wat een overtuigend argument is voor opname in beleggingsportefeuilles. Wat betekent dat steeds meer mensen dus aan de slag gaan met Solana. Ook de netwerkactiviteit is steeds hoger. En daarnaast komt ook nog meme coins kijken, wat ervoor zorgt dat dit ecosysteem momenteel een boost krijgt. En daar kom ik zo meteen nog op terug. Volgens CoinMarketCap, de altcoin die een van de grootste slimme contractnetwerken ondersteunt, is de afgelopen 24 uur met 10% gestegen. Het bereikt voor het eerst sinds oktober 2021 $200, de all-time high voor in 2024 in ieder geval. Op het moment van de pers was Sol 22x hoger dan het dieptepunt van de crypto winter 2022. Het volgende stukje netwerkactiviteit geeft waarde. De toenemende activiteit op de chain verhoogde waarschijnlijk de waarde van de munt. Solana registreerde de hoogste gedecentraliseerde uitwisselingsvolumes voor de tweede op een volgende dag en overtrof Ethereum en alle bijbehorende Layer 2 netwerken, merkte ANB Crypto op met DeFi Llama gegevens. Zoals hieronder duidelijk is, zijn de wekelijkse DEX-volumes van Solana de afgelopen maand gestaag gegroeid en bereikten ze vorige week een recordhoogte van 17,5 miljard. De on-chain kosten van Ethereum zijn de afgelopen dagen gedaald, terwijl die van Solana zijn gestegen. Als de trend zich voordoet, kan Solana Ethereum omdraaien als de keten met de hoogste kosten. Aangezien het netwerk een percentage van de Sol verdiende vergoedingen verbrandt, hielp zo'n hoog netwerkgebruik indirect de opwaartse klim van de munt. Dus bullish voor Solana.
Nou, daarbij komt natuurlijk kijken dat het Solana Meme Coin systeem of de Solana Meme Coin ecosysteem het momenteel ontzettend goed doet. Die meme coins die schieten werkelijk uit de grond. Ze maken duizenden procenten stijging. Zoals je hier deze herken je waarschijnlijk allemaal. Dogwhiff Head, Bonk, Book of Memes, Miro, Solama. Het zijn allemaal coins die uit de grond schieten op de Solana chain. En die het heel erg goed doen. Daardoor komt er ook heel veel volume op de Solana chain. Zoals je hier kan zien. Solana meme coin sector stijgt met 45%. Terwijl traders 100 miljoen in 72 uur storten. Dus in meme coins op de Solana chain. Dus daar groeit het hele ecosysteem van. Nou, Solana van 9 tot 200 kan Solana Ethereum's rally van 2020-2021 herhalen. En als dat gebeurt, wat best mogelijk is, dan kan Solana grote hoogtes gaan bereiken. En na dit artikel gaan we eventjes kijken naar de technische kant. Maar dit is interessant. Te midden van de voortdurende houden op de cryptocurrency markt, Solana is geklommen naar 204 met een duizelingwekkende groei van 2000% ten opzichte van die $9 begin 2023. Een onafhankelijke analist met de X-handle Hans Solar speculeerde dat Solana de grote Ethereum-golf van de boelmarkt 2020-2021 kon herhalen. Hans Solar heeft optimisme bij de gemeenschap veroorzaakt wat suggereert dat Solana's prijs zou kunnen stijgen tot $600. Wat parallellen zou trekken met de opmerkelijke klim van Ethereum tijdens de vorige crypto bullrun. De prijs van Ethereum steeg van ongeveer $85 naar een duizelingwekkende $5000 na de opwaartse trend van Bitcoin in 2020-2021. Een stijging van ongeveer 1400%. Dus wat je goed moet beseffen is dat dit soort dingen in de bullmarkt gewoon mogelijk zijn. Wat misschien in de bearmarkt of eigenlijk altijd een beetje onrealistisch lijkt, is realistisch in een bullmarkt. Nou, je ziet hier ook een chart van hoe de prijs is gegaan. En dit opent op zich wel deuren en laat zien dat er voor Solana best wel veel mogelijk is. Als we ook gaan kijken naar de wekelijkse chart op Solana, dan zie je momenteel dat we simpelweg heel erg bullish zijn. Er zijn een aantal belangrijke punten in de chart te vinden. Dat is dit punt wat er nu onder ligt en het punt waar we nu exact op zitten. En ik hou er altijd van om daar een range van te tekenen, omdat je toch altijd die wicks daar ziet. Dus je hebt deze range, die zit op $140 ongeveer. En dan heb je de range die hier ligt tussen $215 en $200. Waar dus in dit geval veel resistance in komt, omdat de prijs er nog onder slash op zit. Maar op het moment dat we die flippen, dan hebben we heel snel die oude all-time high te pakken. Want die oude all-time high, zoals je goed kan zien, die ligt op $250. Nou, op het moment dat we die resistance tot de support flippen, waar het wel op lijkt, want de weekly candle is ontzettend bullish gesloten, is een ontzettend bullish candle. De nieuwe candle is opent al bullish. En op het moment dat we dus deze support gaan claimen, dan stijgen we vanaf hier een kleine 23%, wat prima te doen is voor Solana, tot aan de oude all-time high. Nou, dan, als we daar voorbij schieten, hebben we blue skies, oftewel price discovery. En dan wordt er vaak naar FIB en hele levels gekeken. En als je kijkt naar Fibonacci levels, dan is de 1618 een heel groot target waar ik naar kijk. En dat is zo'n $400. Dus bij die $400 zou ik in ieder geval een groot deel van mijn Solana verkopen. Want ik heb nog steeds een hoop Solana. Omdat ik op die andere trade 50% verkocht had net bij $200. Dus we hebben $400 en daarnaast hebben we rond de $650 de 2618. Wat net zo interessant gaat zijn op het moment dat we daar voorbij vliegen. Dus ik denk dat $400 tot $600 voor Solana in de komende bullmarkt ontzettend goed mogelijk is. Laat me even weten in de comments wat jouw prijsverwachting is van Solana. Nou, er is natuurlijk een bearish scenario. Dat is dat we hier niet voorbij komen. Dat woensdag met de FOMC, als er veel volatiliteit is, dat de cryptomarkt een kleine pullback krijgt. Dan zou het dus kunnen zijn dat we niet door huidige resistance heen komen en eerst gaan afkoelen. En dan zit er nog een resistance onder op op 172. Wat betekent dat Solana een 16% zou kunnen dalen. Waardoor die een nieuwe higher low neerzet. Dus we hebben hier natuurlijk een low, we hebben een high, we hebben een higher low, we hebben een higher high. Dan zouden we hier een higher low neerzetten. Het zou een ontzettend goed moment zijn om daar Solana aan te kopen. Geen financieel advies is wat ik doe. Dus we krijgen een pullback daarheen, higher low en vervolgens pakken we die all-time high. Dus dat zijn twee scenario's die ik mogelijk verwacht voor Solana. Prijstarget tussen de 400 en de 600 voor de aankomende bullmarkt. Goed, dit was de video over Solana. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. Als het zo is, like de video even. Deel me even met vrienden en familie. En hopelijk zie ik je terug in de volgende. Adios.